Hallo en welkom bij Pols Model Train Stuff. Misschien dat ik nog een keer iets aan de titel ga veranderen. Vandaag heb ik een interessant geval. Dit is een locomotief die ik eerder heb opgeknapt. En deze kan ik op de rails zetten en die rijdt langzaam maar zeker naar de rechterkant van het scherm toe. Dat is de verkeerde. Ik heb er hier eentje. Ik heb niks veranderd aan de stroom. Maar die rijdt dus de andere kant op. En hij rijdt zelfs slecht. Nou. En op zich, als je twee treinen op de rails zet, dan zouden ze niet van elkaar weg moeten rijden. Dus hier is iets vreemds mee aan de gang. Ik ben ook heel benieuwd. Dit zijn de Fleischmann locomotiefjes die je bij een starter set krijgt. Ik heb er hier nog eentje. Deze doet dus helemaal niets. Deze rijdt de verkeerde kant op. En ik heb nog een derde. Ja, die doet het eigenlijk prima. Dus er is niet zo heel veel aan om die te laten zien. Dus ik ga eens even kijken wat hier aan de binnenkant aan de gang is. Maar ik zit eventjes te denken hoe dat deze ook weer open gingen. Want dit is alweer een tijdje geleden. Ik denk dat het deze schroef aan de zijkant was. Waardoor dat de onderkant los zou komen van de bovenkant. Ja, hier aan deze kant gebeurt wat. Zit er soms nog eentje hier in verstopt? Nee. Op alle andere plekken waar ik zou verwachten dat de schroeven zitten, zitten ze ook niet. Komt die al. Ja, die schroef had er niks mee te maken. Dit is de pick-up die gaat hier naartoe en deze pick-up zit op het frame. En die ga ik ook even terug op het frame zetten. Misschien dat iemand de motor eruit gehaald heeft en hem in de verkeerde manier in heeft gedaan of zou dat niet uit moeten, maar ik weet het niet. Oh, kom op, schroef, ga erin. Goed. Wat is hier aan de hand? Eens even kijken in deze. Ja, dat is mooi. Daar is niks aan te zien. Dan hoop ik trouwens nog dat ik de goede hier in mijn hand heb. Ik ben trouwens benieuwd. Misschien dat die andere locomotief ook wel de verkeerde kant op reed. Ja, die heb ik natuurlijk niet bij de hand. Die ligt ergens onder in een doos. Eerlijk bekend, ik heb deze ook nog nooit echt open gehad, want ja, zo boeiend en speciaal zijn ze nou ook weer niet. Dit is de motor. Kan me toch niet voorstellen dat daar iets geks mee gebeurd is. Dat ze een tandwiel, nee, ik denk ook niet dat ze een tandwiel er zijn uit hebben gehaald. Elektrisch lijkt het goed. Ik heb de motor omgedraaid. Ik geloof niet dat dat zo op deze manier werkt, want dan zijn de contacten ook omgedraaid. En dan zou die alsnog dezelfde kant op moeten draaien. Maar goed, misschien heb ik geen gelijk.
Jawel, de motor zat verkeerd om. Nou, deze is dus duidelijk een keer open geweest, motor omgedraaid geweest en niet goed in elkaar gezet. Rest mij alleen nog bijzonder smerige wielen. Nou, aangezien deze kleintjes overal bij allerlei starter sets zaten, je komt ze overal tegen. Ze zijn niet zo, ze zijn geen bijzondere treinen op wat voor manier dan ook. Het is leuk om er even mee te spelen. Het is leuk om ze naast de rails te zetten, maar ik geloof dat ze in werkelijkheid alleen maar voor in wel hele kleine vrachten gebruikt werden. Dus leuke dingetjes, maar de waarde ervan. Oh, het rijdt wel aardig op deze vuile baan. Het rijdt wel aardig op deze vuile baan. Oh, de kabels zitten weer los. Daar moet ik nog iets aan doen. Oké. Nou, even kijken welke kap het mooiste is. Ze zijn allebei vreselijk. Goed. Zo. Mooi. En dan is deze voor de onderdelen. Want waarom doet deze nou toch niet rijdt?